Op welke plek je bent geëindigd? Nee, ik hoor net dat ik 21ste bleef, maar ja, dat zal nog moeten bevestigd worden. Het is een beetje heel... Ik was niet gekomen met ambities voor een klassement, maar als alles zo goed gaat, en dan word je geplaagd door hevige rugpijn de laatste dagen, dan is het heel frustrerend dat je daarom een heel mooie plaats verliest. Want ik denk dat ik zeker meer in mijn mars had dan, dan dat er nu uitgekomen is. En zeker als ik mijn tempo bekijk, nu de laatste 15 kilometer op de klim, is het heel jammer dat ik in het begin van de klim een heel slecht moment had en er van tussen moest. En daar verlies ik heel veel tijd. En ik heb gestreden tot het einde, dus daarvoor ben ik wel tevreden, maar ik vind het gewoon zo kloten dat ik... dat komt wel van die rugprobleem. Door te stoten eigenlijk aan een trapleuning. Zo mijn tour moet beëindigen. Maar uiteindelijk mag ik wel tevreden zijn, denk ik, over mijn eerste tour. Denk, als je mij op voorhand had gezegd dat ik derde zou worden op La Planche de Belfier, dan had ik iedereen wat zot verklaard. En, denk wel, ik had gezegd op voorhand, ik wil naar de tour komen, maar ik wil er niet onopgemerkt uitkomen. En denk dat ik zeker niet onopgemerkt uit de tour ben gekomen. Dus het smaakt zeker naar meer. Dus laat ons hopen dat ik misschien kom ik volgend jaar wel terug. Maar opnieuw ga ik het dag per dag nemen en niet op voorhand een cijfer plakken op een klassement of zo. Want dan gebeuren er toch altijd dingen die niet moeten gebeuren. Zoals je nu ziet, een domme stoot met mijn onderrug. En de osteo zegt dat het een kneuzing is, dus daar kan je er heel weinig aan doen. Maar nodigt het niet uit om wel gewoon uit te spreken van klassement te gaan? Nee, als ik volgend jaar terugkom is met dezelfde ambities. Ik denk zoveel mogelijk goede resultaten proberen te behalen. En, we zien wel wat er dan mogelijk is, maar ik ben zeer tevreden over mijn tour. Je zei heel vroeg in de wedstrijd, ik ga voor een top 20 plek, dat wordt dan 21ste. Ja, maakt dat ene plekje verschil voor jou een hoop uit? Toch wel. Allee, ja. Zeker als ik weet aan wat dat ligt. Dat, gisteren had ik heel slechte benen omwille van dat ik de dag ervoor bijna 60 kilometer alleen had gereden. En dan ben ik wel een beetje onthoogd. Ja. Maar als ik op voorhand had geweten dat ik 21ste zou worden, dan... Oké, op zich voor de grote wereld stelt dat misschien niet zo heel veel voor, maar voor ons als Wanty-Gobert, dan als je twee man in de top 20 hebt, is dat heel mooi. Dus we zijn niet World Tour, we zijn hier op uitnodiging en als je dan twee man in de top 20 kan hebben, is dat des te mooier. Dus het is een beetje teleurstellend, maar goed, het is wat het is en kan het niet veranderen. Dus, tot slot, wanneer is die rugblessure ontstaan? Op welke dag? Ja, ik denk dat een dag of vier terug moet gebeurd zijn. Een dag of vier, vijf terug. Dus heel dom door recht te staan op, langs de trap en mijn rug te stoten. En, die op zich de eerste dag niet zoveel last van had. Maar dan kwam het erger en erger. Dus we hebben dat proberen zoveel mogelijk te fixeren met tape en zo. Maar uiteindelijk kan je aan een kneuzing niets doen, dus het is heel jammer, maar het is wat het is. Ik ben tevreden voor Guillaume, dat hij een mooi klassement kan rijden en dat we zo de drie weken kunnen afsluiten. Dankjewel. Sander, is dat je neer op de trap?